staan die vier cameraploegen op jou te wachten, Henk. Maar ik hoef het niet te zien hier. Dat gebeurt straks voor jou. Want dan heb ik straks niks meer aan jou. Ja, nee, oké. Als we hem hebben, jongens, dan wil ik graag de acteurs met de stuntmensen verwisseld hebben in kleding. Ja. Hier bij 12 steden, 13 ongelukken, zijn ze bezig met de voorbereidingen van een stunt. Er vindt hier zometeen een auto-ongeluk plaats. En bij de opnames daarvan is heel bewegelijk camerawerk vereist. Dat redden ze niet met een gewone camera. Ik zal het je laten zien. Dit is een gewone televisiecamera. Hiermee maken we ook Jules Unlimited. En zolang ik hem nog op mijn schouder heb en gewoon stilsta, is er niet zoveel aan de hand. Maar nu ga ik lopen. Andy, I'm gonna walk now. Dit valt nog mee. Maar nu ga ik rennen. Andy, I'm gonna run. Het is jammer, maar het is waar. Deze beelden zijn niet te gebruiken. Dit is trouwens Lars. Hij werkt in het dagelijks leven ook met dit systeem en hij helpt me een handje. Het sleutelwoord bij de Steadicam is evenwicht. Normaal ligt het zwaartepunt van een camera hier. Dus als je een camera in evenwicht zou willen houden, dan zou je hem hier moeten kunnen beetpakken. Maar dat kan dus niet, je kan hem alleen hier of hieronder vastpakken. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat zwaartepunt verplaatst van hier naar hier. Door er een lange staaf aan te hangen met een gewicht aan de onderkant. Nu kun je dus de camera hier vastpakken en hij is altijd in evenwicht. Maar er is wel één nadeel. Hij is een stuk zwaarder geworden hierdoor. Zo zwaar dat een normale menselijke arm dat niet aan kan. Dus een extra arm. En deze kan heel wat gewicht hebben. Bovendien zitten er veren in die de schokken dempen. We hebben alleen geen geluid van de PW, hè? Dat krijgen we nu niet aan. Nee, dat zeg ik. Attentie jongens, camera's lopen. 1, 2, 3. Nu! Stop! Camera stop. Wat heb je in haar? De hartjes, hè, jij, hè? Oh ja, één ding nog. Hier zit een beeldscherpje. En daarop kun je zien wat je doet. Want je kunt natuurlijk, omdat die camera in evenwicht moet zijn, niet je hoofd erbij houden om er zo doorheen te kijken. Nou, ik kan gaan aanhaken. Het ziet er trouwens vrij simpel uit allemaal, maar het schijnt toch dat er 600 uur training voor nodig is voordat je met deze hele toestand een mooie opname maakt. Ja, ik ben in de evenwicht. Andy de maestro die gaat aan het werk en ik mag hem volgen met mijn eigen steadicam. Andy, gaan we? Attentie! Actie!
Ja. En dat is, en wie verdient dan het stuur? Stop! Ja. Oké, jongens. Pakken. En hij is altijd in evenwicht. Maar er is wel één nadeel. Hij is een stuk zwaarder geworden hierdoor. Zo zwaar dat een normale menselijke arm dat niet aan kan. Dus een extra arm. En deze kan heel wat gewicht hebben. Bovendien zitten er veren in die de schokken dempen. We hebben alleen geen geluid van de PV, hè? Dat krijgen we nu niet aan. Nee, dat zeker. Kevin, Dave, 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 Kevin, Dave,
Je stopt! Camera stopt. Wat heb je een harde harsjes, hè, jij, hè? Oh ja, één ding nog. Hier zit een beeldscherpje en daarop kun je zien wat je doet. Want je kunt natuurlijk, omdat die camera in evenwicht moet zijn, niet je hoofd erbij houden om er zo doorheen te kijken. Nou, ik kan gaan aanhaken. Het ziet er trouwens vrij simpel uit allemaal. Maar het schijnt toch dat er 600 uur training voor nodig is voordat je met deze hele toestand een mooie opname maakt. Nou, ik ben in de evenwicht. Andy de maestro die gaat aan het werk. En ik mag hem volgen met mijn eigen steadycam. Andy, gaan we? Attentie! Actie! Hier bij 12 steden, 13 ongelukken, zijn ze bezig met de voorbereidingen van een stunt. Er vindt hier zometeen een auto-ongeluk plaats. En bij de opnames daarvan is heel bewegelijk camerawerk vereist. Dat redden ze niet met een gewone camera. Ik zal het je laten zien. Dit is een gewone televisiecamera. Hiermee maken we ook Jules Unlimited. En zolang ik hem nog op mijn schouder heb en gewoon stilsta, is er niet zoveel aan de hand. Maar nu ga ik lopen. Andy, I'm gonna walk now. Dit valt nog mee. Maar nu ga ik rennen. Andy, I'm gonna run. Het is jammer, maar het is waar. Deze beelden zijn niet te gebruiken. We gaan een nee, we gaan hem drie keer repeteren. Want het is voor één de timing dat hij op tijd met zijn kop op het raam zit. Pakken. Stop!
Dit is trouwens Lars. Hij werkt in het dagelijks leven ook met dit systeem. En hij helpt me een handje. Het sleutelwoord bij de Steadicam is evenwicht. Normaal ligt het zwaartepunt van een camera hier. Dus als je een camera in evenwicht zou willen houden, dan zou je hem hier moeten kunnen beetpakken. Maar dat kan dus niet. Je kan hem alleen hier of hieronder vastpakken. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat zwaartepunt verplaatst van hier naar hier. Door er een lange staaf aan te hangen met een gewicht aan de onderkant. Nu kun je dus de camera hier vastpakken. En hij is altijd in evenwicht. Maar er is wel één nadeel. Hij is een stuk zwaarder geworden hierdoor. Zo zwaar dat een normale menselijke arm dat niet aan kan. Dus een extra arm. En deze kan heel wat gewicht hebben. Bovendien zitten er veren in die de schokken dempen. We hebben alleen geen geluid van de PW.